Vooral het aantrekken van Yevgeny Levchenko en eenmalig international Andreas Lasnik sprongen in het oog aan het begin van dit seizoen. Het zijn grote namen voor een club als Willem II, maar ze halen in Tilburg niet hun verwachte niveau. Ik had zelf ook niet verwacht dat wij zo slecht zouden beginnen. En op een gegeven moment kom je wel in een neerwaartse spiraal, waardoor je alleen maar minder wordt. En dan gaat het naar beneden alleen maar. Maar veel dieper kan de ploeg niet zinken, want Willem II staat stijf onderaan met 4 puntjes uit 18 wedstrijden. En dus wordt er gewezen naar technisch manager Henry van der Vecht. Want zijn aankopen maken niet bepaald een solide indruk. Ja, dat is soms wel moedeloos van te worden. Maar je moet altijd de kop omhoog en doorgaan en nooit opgeven. Dat heb ik geleerd, dus dat doen we ook zeker niet. En dat verhaal kennen we nu wel. Voor de buitenwacht houdt Van der Vecht de moed erin. Maar de realiteit is dat de technisch manager wel degelijk rekening houdt met degradatie. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Dat was al voor het seizoen duidelijk. Dat wij een potentiële kandidaat waren voor de onderste plekken. En ook daar, op basis daarvan zijn ook alle contracten opgemaakt. Dus dat speelt is duidelijk. Alleen wij hebben voor onszelf gezegd, zolang er geen degradatie is, gaan we het ook allemaal niet meer in de mond nemen. En dat komt hem goed uit, want als technisch manager is hij hoofdverantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie van Willem II. Voelt u uzelf onder druk staan? Nee, dat niet. Maar je weet dat de buitenwacht voornamelijk uit is ook op die druk. Dus dat zal ongetwijfeld wel zo zijn.